Bij de HAN kunnen studenten van paramedische, verpleegkundige en social studies interprofessioneel leren en werken in een lab of werkplaats. Maar wat maakt het interprofessioneel leren in de praktijk nu zo aantrekkelijk voor studenten? Het interprofessioneel leren is eigenlijk meer gericht op het werken in de wijk samen met je klasgenoten, met studiegenoten hier. En je bent wat meer gericht op hoe kun je de wijk helpen beter te functioneren, beter te leren ontwikkelen. En dat is natuurlijk heel anders dan op school, want daar ben je echt gewoon opdrachten aan het maken voor school om jezelf te leren ontwikkelen. Hier ben je veel meer bezig met andere mensen, met andere opdrachtgevers en ook met andere disciplines om samen te werken aan een opdracht uit de wijk. In een lab of werkplaats werk je samen met studenten van andere opleidingen aan een project. Maar aan wat voor soort projecten werk je in een lab of werkplaats? We zijn een thema ochtend aan het organiseren over gezonde voeding, zodat we de statushouders iets meer mee kunnen geven over gezonde voeding in Nederland en hoe dat een beetje in elkaar zit. In het kennismakingsgesprek kwam naar voren dat statushouders vaak vragen hebben over gezonde voeding en ook een aantal mensen met diabetes waren. En wij als studenten van verpleegkunde leek dat een ontzettend leuke uitdaging. En ook met de andere studenten, met de andere disciplines, sloot dat zeker daarbij aan. Ik vind het wel heel leerzaam. Ook op de opleiding hebben we nu ook gehad over diabetes onder migranten. En het is wel leuk om dan echt in de praktijk zo te zien dat je heel erg makkelijk moet communiceren. En daar wel rekening mee moet houden. Tijdens lessen op school krijg je inderdaad ook wel uitleg over hoe je daarmee omgaat. En misschien ook met laaggeletterden, dat je daar rekening mee moet houden. En het is heel fijn dat je dat nu kan toepassen in de praktijk. Onder begeleiding van de wijkdocenten werken de studenten aan de projecten. Maar hoe werkt die begeleiding? Elke dinsdag zijn we aanwezig bij het gezondheidscentrum. En daar worden wij door Suzanne en Bea eigenlijk begeleid. Soms dan doen we klassikaal iets met de hele groep. En dan leggen ze ons dingen uit. We hebben bijvoorbeeld ook een keer een uitleg gehad over methodes die je kunt inzetten. Dus dat is wel heel nuttig geweest. En als wij in ons groepje zitten, kunnen we altijd terecht bij Suzanne en Bea voor vragen. Dus dat is wel een fijne manier. Vanuit deel de dag was een vraag of wij konden kijken of de lunch wat gezonder kon zijn. En we gaan straks nog een voorlichting geven over gezonde voeding en hoe de ouderen dat thuis kunnen toepassen. Ik vind mijn project ontzettend interessant. Wij werken aan een project over positieve gezondheid. Dan ga je op een hele andere manier kijken naar gezondheid. Meer van wat kan je nog wel en hoe gaat het met je, ondanks het feit dat je ziek bent. En wij hebben als studenten de opdracht gekregen om dat uit te gaan zoeken. Hoe pak je dat aan? Ik vind het wel leuk om te doen, omdat je met verschillende disciplines in opleiding eigenlijk aan het werken bent. Op school doe je eigenlijk veel met casussen, dus dat is gewoon van papier een persoon. En dit is toch wel leuk dat je het voor iemand doet in ieder geval. Je bent gewoon aan het ontdekken hoe dat is om met andere disciplines samen te werken. Je merkt wel dat zij bijvoorbeeld vanuit andere oogpunten kijken of met andere dingen rekening houden dan wij dat doen. En dus zo leer je wel heel veel van elkaar. Hoe werkt dat, leren in een lab of werkplaats? In het begin heb je een opdrachtgever bijeenkomst en dan worden alle opdrachten gepresenteerd. En dan kan je zelf kiezen welke opdracht dat het beste bij jou past. En toen heb ik gekozen voor Spark Center PreziKaaf eigenlijk omdat ik de vraagstukken hier in de wijk heel interessant vind. Nu denk je wellicht, hoe bereidt het interprofessioneel leren mij voor op mijn toekomstig beroep en de praktijk waarin ik werkzaam wil zijn? Je krijgt toch theorie, maar omdat je het meteen in de praktijk ziet toepassen, dan leer ik daar veel meer van dan wanneer ik alleen in een college aan het luisteren ben naar een docent. Later in de praktijk kom ik natuurlijk ook met allemaal verschillende disciplines krijg ik te maken. Dus dan is het wel handig dat je een beetje weet van die kan ik daarvoor vragen. Oh, en die weet daar iets meer vanaf. Dus ik denk dat het wel heel handig is. Voor dit project heb je een opdrachtgever. Dat is vaak een professional uit de wijk of instelling. Je bent zelf degene die contact zoekt. Want jij bent een student, jij hebt een opdracht en die wil jij uit gaan voeren. En het leuke is daaraan dat je heel erg leert communiceren. En de wijkdocenten kan je altijd terecht met vragen, wat dan ook. Naar de opdrachtgevers is het vooral belangrijk dat je een professionele houding hebt. Dus dat je ook goed op tijd komt en dat je afspraken nakomt. Dat draagt natuurlijk ook wel verantwoordelijkheden met zich mee qua afspraken en mailcontact en dat soort dingen. Dus dat is ook heel erg leerzaam om daar echt mee in contact te komen. Ik vind het zelf heel erg leuk. Ik leerde heel veel van, ook qua zelf, maar ook om samen met elkaar
tot een conclusie te komen. Ik vond het heel leuk, want op school krijg je bijvoorbeeld casussen. En ja, dat soort problemen dat hoor je dan op school, maar dat krijg je dan in de praktijk ook weer te horen. Dus het is wel leuk om daarop in te spelen. Ik vind het ontzettend leuk om met deze doelgroep zo in contact te komen. Je moet zelf rekening houden met hoe je dingen kan overbrengen. En ik denk dat dat heel leerzaam is voor mijn beroep later. Kortom, interprofessioneel werken bereidt je voor op je beroep, de beroepspraktijk en het interprofessioneel samenwerken.